Irene de Selman, er is ontzettend veel aan de hand in Almelo. Is het niet de eventuele sluiting van de wijkcentra, dan is het nu de bezuiniging in zaken de privatisering van de sportvelden. Waarom is dat nodig? Nou, als je het zo stelt, dan snap ik de zorgen. Maar wat wij doen, is luisteren naar de sportverenigingen. En zij hebben aangegeven dat zij heel erg graag met ons in gesprek willen om te kijken of privatisering mogelijk is. En daar zijn we nu mee bezig. Je hebt individueel al gesproken met tal van verenigingen. Wat is daar uitgekomen? Daar is uitgekomen dat zij blij zijn dat we een inventarisatie hebben gehouden. Op basis van de inventarisatie hebben alle sportverenigingen individueel aangegeven dat zij graag een vervolggesprek willen om te kijken of privatisering vanuit hun gezien mogelijk is. Het zijn dus de sportverenigingen zelf die uiteindelijk besluiten, ja, wij willen en kunnen dit, of nee, dit kunnen wij niet. Het is een warme overdracht, dus ook de gemeente stelt daarvoor geld beschikbaar. We hebben nu ook die kosten. Dus daar vindt overdracht van financiën plaats. Dat wil niet zeggen dat de vrijwilligers het onderhoud zelf moeten doen. Dat is hoe de verenigingen dat willen doen. Dat kunnen zij bijvoorbeeld doen door gezamenlijk aan te besteden of door gezamenlijk te kijken van hoe kunnen we dat doen. Is het dan een eenvoudige rekensom als ik zeg dat een onderhoud van een sportveld 13.000 euro op jaarbasis kost en dat de huuropbrengst 2500 is, dat de gemeente daar 11.500 bij doet? Ja, zo kun je niet helemaal rekenen. En ik vind ook niet dat wij het tot het geld moeten beperken. Het is dus niet financieel gestuurd, maar ook hoe kun je verantwoordelijkheden en bevoegdheden met daarbij de bijbehorende financiën aan de verenigingen overlaten, omdat zij dat zelf ook graag willen. De verenigingen hebben zich aaneengesloten en hebben gezegd, met een samenwerkingsverband kunnen we een heel eind komen. Ja, maar dat is ook het mooie van dit initiatief, dat zij elkaar opzoeken, kijken waar zij elkaar kunnen versterken en waar zij gezamenlijk binnen hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar door die samenwerking aan te gaan, sport en sportaccommodaties beschikbaar kunnen houden voor Almelo. Als ik de voorzitter van de Almeloze Voetbalfederatie goed begrepen heb en ook de voorzitter van Oranje Nassau, Ruud Koetsier, dan is het nog niet bekend welk bedrag de warme hand de gemeente gaat geven. Nee, dat klopt. De berekeningen vroegen iets meer tijd, omdat we dat ook zorgvuldig willen doen. Maar eind van de week, begin volgende week, weten verenigingen op hoofdlijnen waar ze aan toe zijn. Dat wordt ook met de penningmeester en eventueel, als zij dat wensen, andere bestuursleden toegelicht per vereniging. Is het dan ook belangrijk om welk sportcomplex het gaat? Want als je een sportcomplex van PH of van Oranje Nassau, wat veel velden heeft, vergelijkt met bijvoorbeeld de Riet, dan moet er een aanmerkelijk verschil zijn. Daarom gaan wij ook met de sportverenigingen zelf die gebruik maken per sportcomplex in gesprek. En dat is het maatwerk wat wij ook bedoelen. Je kunt niet zeggen van dit is het en het geldt voor elke vereniging hetzelfde. Nee, dat is het maatwerk. Daarom gaan wij per vereniging in gesprek. En het is aan de verenigingen zelf of zij samenwerking zoeken onderling. Hoe reageert de gemeenteraad hierop? De gemeenteraad die heeft een politiek beraad gehad. Daar waren veel vragen. Ook bepaalde beeldvorming. Maar ze hebben niet gezegd, of ze hebben aangegeven van gaat u vooral door, maar zorgvuldig. Pas het tempo aan en betrekken we er vooral bij. En dat is ook wat wij doen. En dat is ook wat ik terugkrijg van de verenigingen. Als ik jou een beetje ken, is dat ook wat jij wilt? Dat is ook wat ik wil. Ik wil graag voortvarend, maar wel reëel. En als het iets meer tijd vraagt, omdat daardoor een beter resultaat is, dan nemen we ook wat meer tijd.